Et voilà, the hole in one, Poily.
Hey, hallo. Wist je dat ik sinds 1 januari weer op Facebook te vinden ben? Kom eens langs. Tot gauw. Eindelijk aan de waterkant. En eindelijk weer eens een kuiper op de mat. Hij is niet groot, maar wel erg mooi. Prachtig. Geweldig dat ik eindelijk weer kan vissen na al die maanden. Het begin is er. Nog een paar dagen, het is september. En ik hoop er nog iets van te kunnen maken in het najaar. Deze ga ik terugzetten. Het is echt een mooie dag om een paar uurtjes te gaan vissen vanmiddag. De rest van de week wordt slecht weer. Je kan het zien aan de barometer vandaag. Die is gezakt tot 1000 millibar. Nou ja, dat zou vangweer moeten zijn. We gaan het zien. Die vraagt om een mooie vis. Ja, het is een mooi visje geworden. Een klein schubje. Nu nog een grote vis. Dan is het echt een mooie dag. Deze gaat terug. Peppy is er klaar voor. De vraag is of ze van links of van rechts zullen komen. Dit zou wel eens een PR Brasum kunnen zijn. Hij gaat terug, want ik wacht op een kuiper. En de zware winden. Direct erachteraan. Nou, dan moet er nu toch wel een kuiper gaan volgen, zo langzamerhand. Het is weer zover hoor. Een stuur. Ik wil ze niet vangen, maar ze blijven wel achtervolgen. Ik ga hem razendsnel terugzetten, want hij is behoorlijk zwaar. Jawa! Hij ligt nog steeds onder mijn hengeltje bij te komen. Even zoeken. Die is. Oh, daar. Zware vis. Het zit niet zozeer in de lengte, maar in het gewicht. En dit soort kwajongens. Hallo allemaal. Nou, september was taai. Ik heb ook weinig gevist eigenlijk. Het is nu oktober en vanaf vandaag vis ik alleen nog maar op een zandafgraving. En ik ga een beetje experimenteren met een Procalvit Soak. In ieder geval op één hengel. Ik hoop dat het gaat werken. Nou, kom op. Niet lullen, maar vissen. Ik hoop tot snel. Niet nodig. Ai, ai, ai. Ik baal als een stekker. Oktober begint niet echt fijn. Twee losgieters binnen een uur. Eén op de combi-rig, dat wat me zelden overkomt. Maar ook één op de spinnerrig. Ik weet het niet hoor.
Nou, ik heb nog een paar uurtjes. Dus misschien komt er nog wat. En loopt dat beter af. Hopelijk tot straks. Ik ben niet zo tevreden over mijn zelfgeknoopte spinners. Met name over de haken. Dus ik ga nu overschakelen op een spinnerrik van Ferenc Fishing. Die geknoopt is met een andere haak. Kijken of dat beter bevalt. We gaan het zien. Het lastige van testvissen is dat alles mee moet zitten. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn en dan moeten ze ook nog azen. Nou, ik heb nu 2 uur gevist met de flipper en geen stootje gezien, maar dat zegt natuurlijk helemaal niets. Ik heb die 2 uur gebruikt om het eerste prototype van wat ik noem de PIBA-rik te knopen. Die gaat er waarschijnlijk zo uitzien. Wat ik nog uit moet dokteren is de haak, de lengte van de hair en de kikker, groter of kleiner. Daarnaast overweeg ik een sinker, maar nu voorlopig niet. Ik doe het nu nog even met een heel kort gevlochten lijntje. Ik kan niet wachten, ik ga hem proberen. Het aas wat eronder hangt is een voorbeeld. Daar komt iets heel anders. En dat hou ik nog even voor mezelf. Wish me luck. Hallo allemaal. Het goede nieuws is dat het lekker weer begint te worden. Altijd fijn, want het scheelt een jas. Maar het slechte nieuws is dat ik een aanbeet had net. Op de spinnerrik, notabene. Ja, ik denk hem razen. Maar hij schoot wel los toen ik de hengel oppakte. Nou ja, voordeel van de twijfel maar, en gewoon doorgaan. Kijk, toeval bestaat niet. Maar voor de eerste keer een nieuwe rik testen en meteen hangen, ja, dat kan geen toeval zijn. Nou, of toch wel, denk ik. Prachtig spiegeltje. Recente uitzetting. Kijk eens even hoe mooi die getekend is. Heerlijk om te vangen, zeker op mijn nieuwe rik. Ik ben heel blij. Hij is lekker dik, maar vooral prachtig beschroept. Hij gaat snel terug. Het is 5 uur en het is behoorlijk afgekoeld. Ik kijk het nog een half uurtje aan. Gebeurt er niks, dan ben ik hier volgende week terug en dan ga ik verder met testen. Ik ga toch weer gewoon de spinnerrik gebruiken. Ja, toch maar proberen. En uiteraard daarnaast mijn eigen rik, de PIBA-rik. Een kleine verandering in het aas, denk ik. Nou, we gaan het wel zien. Tot volgende week in ieder geval. Morgen eindelijk vissen en ik ben goed voorbereid. Ik heb wat spulletjes bij elkaar gezocht en ik ben begonnen met het knopen van een paar testriks.
Kijk, vanaf hier wordt het interessant. Nu moet je even opletten. Die buisjes die gaan een belangrijke rol spelen. En daar liggen ze. Drie alternatieve BPR-rigs. Misschien zie je een overeenkomst. Anders moet je er even geduld hebben. Het aas wat ik ga gebruiken hou ik nog even voor mezelf. Maar zie je de rode draad al? Die in dit geval geel is. Op naar de waterkant. Hallo allemaal, het is weer tijd voor een middagje instant response. Wish me luck! De luchtdruk is sky high vandaag. Boven de 1036. Nou, dan vis ik liever niet op een diepe zandafgraving. Dus ik ben nu op een water waar het maximaal 2 meter diep is. Ik hoop dat het een leuke sessie wordt. Is opgetrokken en ik krijg een aanbeet op de P-Bas Rick. Nou, dat maakt me blij. Natuurlijk vang ik liever een karper, maar kijk even, perfect gehaakt. Dus die Rick die belooft wat. Deze stinker die ga ik snel terugzetten. Het is niks meer geworden. Ik heb er nog één brasem bijgevangen op de spinner Rick. Goed geknoopt. Verens, maar geen karper gezien. Het is bedroevend. Nou ja, goed, ik heb ook maar 3 uurtjes gevist. Meer tijd heb ik vandaag niet. Volgende week weer naar de zandput. Tot dan! Ik ga de haak vervangen van de spinnenrik. Ik wil er een krenkhaak op hebben, maat 4. En let vooral op de her. Daar gaat het om. Kijk, zo zie ik de spinnenrik het liefst. Hier heb ik meer vertrouwen in. En dit is handiger dan een baitscrew. Nou, probeer hem maar. Het is eind oktober en het weer is eindelijk omgeslagen. Van glashelder en zonnig naar grijs en druilerig. Herfst weer. Zouden ze dan eindelijk gaan hazen? Ik ben er klaar voor. Is hij mooi of is hij prachtig? Hij is in ieder geval slecht voor mijn rug. Ik ga hem snel terugzetten. Strakblauwe hemel, oostenwind, als er al wind is, en een hoge luchtdruk, meer dan 1030 millibar. Ja, dat belooft niet van goed, ben ik bang voor. Maar we gaan het zien, je weet het nooit. Thuis vang ik in ieder geval niks. Kijk eens aan, daar had ik niet meer op gerekend met dit weer. Prachtige spiegelkarper.
Laat even de andere kant zien. En zo ziet het er aan de andere kant uit. En dit is heel slecht voor mijn rug, dus leg ik hem snel weer neer. Dat ging snel. Die is nou. Hallo allemaal. Ik ga de video afsluiten. Helaas zonder conclusies. Ik heb dit jaar gewoon te weinig gevist en te weinig gevangen. Ik laat nog wel even de rig zien die ik volgend jaar ga gebruiken. Iedereen fijne feestdagen en in alle opzichten voorspoedig 2025. Tot volgend jaar.